Welkom bij VPRO Boeken. Zometeen praat ik met Anton Doutzenberg over zijn dagboek Ik bestaat uit twee letters. Hij trekt in bij zijn tweelingbroer met wie hij een slechte, moeizame relatie onderhoudt. En hij gaat terug naar zijn jeugd. Hij gaat op zoek naar het geluk in zijn jeugd. En dan ga ik nu praten met Anton Doutzenberg over zijn dagboek Ik bestaat uit twee letters. Er staan essays in, brieven, zeer korte verhalen, gedichten en strips. Maar de kern is dat Anton op zoek gaat naar zijn gelukkige jeugd. Welkom, Anton. Hoi. Je schreef het in het jaar dat je 50 ging worden, hè? Ik ben begonnen op de dag dat ik 49 werd en ik ben geëindigd op de dag dat ik 50 werd. En wat was dat nou voor jaar? Soms lees je dan dat 50 een jaar is waarin mensen een midlife crisis voelen aankomen. Maar dat lijkt niet het geval. Oh, dat is fijn om te horen. Of was dat wel het geval? Nee, ik vond het geen makkelijk jaar. Maar dat kwam ook doordat ik dat dagboek heb geschreven. En die dagboekblik die is behoorlijk dominant aanwezig in dat jaar. Ik had voorgenomen om elke dag te schrijven in dat jaar. Dus op een bepaald moment wordt dat ook een soort blik die je niet meer kunt afwerpen, zeg maar. Waar je niet altijd even blij mee was? Nee, mijn geestelijke onrust wordt natuurlijk geaccelereerd door zo'n dagboekblik. En ook de blik richting omgeving wordt ook wat kritischer soms. Je wordt nog sensitiever voor je omgeving? Je wordt wel een stuk sensitiever voor mijn omgeving en ook voor mezelf, voor mijn ik. Ik ben niet echt een ik-schrijver. En ik moest nu wel met de billen bloot, om het zo maar te zeggen. En wat is met de billen bloot? Dan heb je het dan over de relatie met je tweelingbroer? Ook. Daar moest ik ook zeker met de billen bloot. Ik heb een aantal expedities uitgezet voor dat jaar, om toch ook een soort houvast te hebben. En één van die expedities is dat ik de relatie met mijn tweelingbroer, die bij tijd en wijle wel eens moeizaam wil zijn, en altijd ook wel wat moeizaam is geweest, wil onderzoeken en verbeteren. En een tweede belangrijke expeditie was voor mij om... Ik heb 17 jaar antidepressiva geslikt. En daar ben ik een jaar of 2-3 geleden mee gestopt. En de depressieve gevoelens en de angst, die komen wel terug. Niet meer met windkrachtnacht zoals vroeger, maar... Dankzij de jaren? Ik denk dankzij de jaren en door de omstandigheden als schrijver leef je relatief geïsoleerd en je kunt de prikkels reguleren. Maar ik heb voor mezelf als alternatief voor die antidepressiva een soort medicijnkastje gecreëerd om toch af en toe mezelf wat toe te dienen. En dat varieert van films, hele kleurrijke films, tot het lezen van de Donald Duck. Ja, komt ook steeds terug, de Donald Duck? Ja, die komt terug, ook als een soort metafoor. En ik wil mijn gelukkige jeugd, ik heb mijn lagere schooltijd, is met afstand de fijnste periode uit mijn leven. Die is dan lang geleden alweer. Die is lang geleden. En ook wel niet, zal ik zo zeggen. En elke keer als ik dan terugdenk, krijg ik een goed gevoel. Dus ik wil terug naar die gelukkige jeugd. Ik wil die gaan optekenen om in mijn medicijnkastje te zetten. Ja, ja. Je hoopt eigenlijk aan geschiedvervalsing te doen, maar in elk geval aan mooie herinneringen te komen. Ja, kijk, geschiedvervalsing, dat zit er zeker in. Ik denk dat het verleden natuurlijk voor een groot deel een hologram is van het heden. Je gaat vanuit een bepaalde wenselijkheid ga je terug naar je jeugd. En die blijkt gelukkig in mijn geval... nog volledig analoog. Dus ik kan mezelf voor de gek houden en een jeugd creëren die mij wel gevallig is. Je bedoelt met briefjes, met tekeningen, met alles? Ja, of Facebook dat een heel leven bijhoudt. Dat je zeggen, zo en zo zat het. En ik kan gewoon, of mijn onderbewustzijn en mijn bewustzijn kunnen zelf aan de slag, zeg maar, met dat verleden. En dat vind ik wel fijn, dat dat nog manipuleerbaar is en maakbaar is. Ja, je kan zelf je jeugd creëren. Ik kan voor een deel zelf mijn jeugd creëren. Ik heb zelf al het idee dat ik het vrij authentiek benader. Maar het klopt natuurlijk niet altijd waar je dan op uitkomt. Ik merk bijvoorbeeld, je zult het ook hebben gelezen. In mijn jeugdherinneringen schijnt altijd de zon. Ja. Ik kan gewoon geen regenwolk tevoorschijn toveren. En dat klopt natuurlijk helemaal niet. Dat is een bepaalde wenselijkheid. Maar ik vind het wel een wenselijkheid die mij heel goed bevalt. Dus... al die verhalen die ik heb opgetekend in de zon, die staan nu in mijn medicijnkastje. En in dat, dat heeft jou geholpen? Dat helpt me, ja. Ja, dat werkt voor mij heel goed. Terwijl je ook dan al de confrontatie met je broer niet uit de weg gaat. Want die is vanaf het begin is dat eigenlijk lastig geweest. Nou, kijk, wij zijn een tweeling, hè? Ja. Ik een paar uur voor ik geboren werd, werd pas bekend dat ik daar aankwam. De pret-echo's of de echo's waren er in die tijd nog niet. Dus er was één naam bedacht,
voor mijn broer, als het een jongen werd, zou hij een naam hebben. Of als hij een meisje werd, dat was bedacht. En een paar uur van tevoren werd bekend dat ik er ook aankwam. Ja, verrassing. Dus wel in alle ijlen, in de uren van agonie, werd mijn naam bedacht. Dat zeg ik een beetje aanstellerig, maar dat is natuurlijk onzin. Maar in ieder geval... Aanstellerig, want wat zielig. Ja, dat is... Ja, dat is en je wil geen Calimero zijn, beschrijf je? Nee, maar dat is natuurlijk niet aan de orde. Maar je denkt er wel eens even over na van. Zo'n naam wordt natuurlijk heel lang geladen van iemand 9 maanden lang. En die andere, dat moet dan in een paar uur even bedacht worden. Maar in ieder geval, wij zijn dus een tweeling, twee-eiig. Maar wij zijn tot ons 12e jaar, hebben wij dezelfde kleren gedragen. En we kregen dezelfde cadeaus met alle goede bedoelingen. En schattig. En het was een tweelingschap. Dat moest in de etalage, om het zo maar te zeggen. En dat was ook... Ik kijk er ook niet met frok op terug of zo. Maar dat is wel iets wat dan ook een bepaalde misvorming met zich meebrengt. Want mijn broer en ik waren heel verschillend. Ik was iets intelligenter. Hij was fysiek sterker. Dus een beetje het Jacob en Esau verhaal. Ja. En wat je dan krijgt is dat je, doordat je allebei dezelfde kleren aan hebt en dezelfde cadeaus krijgt, word je eigenlijk geconfronteerd met een bepaalde wenselijkheid, dat je hetzelfde bent. Ja. Hij is ik, ik is hij. En dat is natuurlijk totaal niet het geval. Maar dat kun je als kind kun je dat niet benoemen. Maar dan zit je eigenlijk opgesloten in één werkelijkheid, terwijl je eigenlijk allebei in een andere werkelijkheid leeft en wil leven. En dat, dan ontstaan bepaalde mechanismes tussen ons, tussen mijn broer en mij, waardoor ik natuurlijk veel meer met mijn geest die relatie manipuleerde of geef het een naam of probeerde te overleven. Ja. En hij veel meer fysiek. En die mechanismen die toen zijn ontstaan, die hebben zich eigenlijk de rest van ons leven hebben die zich versterkt. Ja. En dat leidt nog wel eens tot problemen. Ik ben ook wat dominanter en eigenwijzer. En dus dat is voor hem en dat ook niet is wel interessant, want jij omschrijft dat hij de agressor is en jij eigenlijk het slachtoffer daarvan, zeg je op een gegeven moment. Ja, maar ik keer het ook om. En, anders het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Hij zal dat over jou ook zeggen. Ja, nee, zeker. Dan heeft hij ook helemaal gelijk in. Dus ik hoop dat het boek ook niet verwijtend is. Het is onderzoeken. Het is volgens mij ook wel liefdevol. Maar ik ben ook kritisch naar mezelf en hem. Maar dat is volledig omkeerbaar. Dat is het ja, zeker. Want jouw moeder zegt af en toe van ja, we zijn niet allemaal zo intelligent als jij bent. Ja, dat krijg ik dan toch. Ja. En daar heeft ze ook gelijk in. Maar dat wuif je op een gegeven moment wel snel weg. Dan denk je van ja, dat, alsof je dat geen eerlijk verwijt vindt. Ja, kijk, er komt natuurlijk een stukje onvermogen bij mij om de hoek kijken. En dan het is natuurlijk niet makkelijk hè, als je zo verschillend bent. En dan als er in de familie wat spanningen ontstaan of wat gebeurtenissen zich voltrekken, dan wordt het heel erg zichtbaar dat je verschillend bent. En dat je ook op elkaar toch blijft reageren. Je blijft elkaar spiegelen. Ja. Dat raak je gewoon niet meer kwijt. Die eerste jaren zijn zo vormend. Ja. Die raak je niet meer kwijt. Maar jullie hebben één ding gemeen, één overeenkomst. En dat is dat jullie moeite hebben met emoties. Dat intimiteitsprobleem, is wel even... Intimiteitsprobleem, want dat is wel belangrijk om te noemen. Jij hebt daar ook een roman over geschreven, over extra tijd heet die. En dat gaat over het NSB-verleden van jouw opa. Ja. Dat is wel een schaduw op je alles. Ja, kijk, mijn vader is opgegroeid in een NSB-gezin. En toen hij 5 werd, werden mijn opa en oma gearresteerd. Die hebben jaren vastgezeten. En mijn vader is in gastgezinnen terechtgekomen. Is heel veel gepest. Heeft nooit veiligheid gevoeld of warmte in een gezin. Dus heeft echt mijn vader heeft een heel sterk intimiteitsprobleem gehad. En dat heeft zich dat is zo vast gaan zetten in zijn karakter. En ook in de opvoeding richting ons, waardoor hij afstand creëerde. Hij kon fysiek in ieder geval niet echt liefdevol zijn, maar het was helemaal geen koude man. Maar je voelde als kind ook dat onvermogen. Je kreeg ook te horen dat je niet je emoties moest laten zien. Ja, nee, zeker. Nee, daar kon hij helemaal niet mee omgaan. Werd hij boos, werd hij bang van. En dat is iets wat mijn broer en ik natuurlijk, wat ons ook tekent. Maar er is een verschil tussen ons, dat ik rond mijn 30e had ik er genoeg van. En toen ben ik echt die vader-zoon relatie, die claims die ik had naar mijn vader, die ben ik om gaan buigen. Want het is gewoon niet eerlijk. Hè? Mijn vader met zo'n verleden, die van zijn 15e de fabriek in is gevlucht, zeg maar. Ik met een universitaire opleiding en verstand. Dus ik heb dat omgebogen, waardoor ik eigenlijk heel veel ruimte creëerde richting mijn vader. En de laatste 10, 15 jaar van zijn leven hebben we het heel fijn gehad. Ja, de boze jongetje was op de achtergrond verdwenen. Ja, dat was weg. Dus het was echt fijn. En mijn broer is dat niet gelukt. En mijn broer creëert nog altijd, zeg maar, een hele andere vader dan ik daardoor.
Dat vind ik jammer voor hem. En ik snap het ook. Dus. En jouw broer heeft weer twee zoons. Daar waar jij ervoor gekozen hebt om geen kinderen te krijgen. Was dat bewust om die cirkel te stoppen? Nou, dat klinkt heel erg zwaar. Maar ik heb wel altijd vanaf mijn tienerjaren last gehad van depressieve gevoelens en angsten. Extreme verlegenheid. En ik voelde meteen dat dit gaat niet goed, kinderen en ik. Die verantwoordelijkheid, die wil je niet. Misschien ook wel die verantwoordelijkheid. Kijk, wat er ook, in ieder geval, waar ik afgelopen jaar achter ben gekomen, is, ik kwam het ook tegen in het boek van Anne Enkels over Kouwenaar, dat de geest, de menselijke geest, vlondert je slecht als een bepaalde ontwikkelingsfase in je leven is afgerond. Zodat je steeds verder gaat, waardoor je ook eigenlijk niet, ja, ook een periode kunt afsluiten, ook mentaal. Hoofdstukjes. En er zijn mensen die vaak met een artistieke, sensitieve aanleg, waarbij er kieren zitten in die vlondertjes en door die levensfases elkaar heen lopen. En bij mij zijn die vlondertjes eigenlijk totaal afwezig. Ja, die lopen alles, loopt dwars door elkaar heen. Hè? Ik kan zo mijn lagere school weer binnenstappen en ik ken nog iedereen, zeg maar, bij naam, voor een achternaam. Die zoek je ook op, hè? Voor je dagboek. Ik ben die op gaan zoeken, omdat die moesten ook het medicijnkastje in, zeg maar. Want wat is hun functie dan? Welk medicijn zijn ze? Zij zijn toch een soort Madeleines voor mij dan, hè? Maar Madeleine had een negatieve connotatie toch in je boek? Hoezo? Niet? Regende Madeleine, dat zoiets zijn. Ja, nee. Wat ik daarmee aangaf was, op een bepaald moment werden me te veel. Weet je, te veel prikkels. Ik moest het gaan reguleren, structureren. Toen ben ik ook, ik ben vijf weken bij mijn broer, die het ouderlijk huis gekocht, in mijn oude kamertje met een matras op de grond, ben ik gaan bivakeren. En toen heb ik ook maar voor mezelf, ik werd overspoeld door Madeleines. En dat was niet fijn. Dus ik denk, ik ga eerst nou naar de kleuterschool en de lagere school, et cetera. Ja. En toen ben ik ook mensen gaan opzoeken uit die periode. En als Madeleines. Maar hele aangename Madeleines. Dat was echt heel fijn. Dus heel prettig was dat. Wat deden die bezoekjes dan met jouw geest? Ja, het kwam helemaal weer tot leven. Echt dat fijne, zonnige gevoel uit mijn jeugd kwam tot leven. Dus dat was geen illusie? Dat weet je nooit. Of het een illusie was, maar hij werkte in ieder geval. Ja. Ik geloof niet zo in waarheid of eerlijkheid. Of, ik bedoel, de geest is natuurlijk heel vloeibaar. Gelukkig maar. Ja. Ik heb daar dankbaar gebruik van gemaakt, vind ik zelf. Ja. Je hebt die zwaarmoedigheid geprobeerd te doorgronden. Ja. En enerzijds is er die smet van het verleden, NSB. Anderzijds is er de psychiatrie in de familie. Ja. Nou kijk, ik wil die NSB dus nog erger zelfs. We wisten dat mijn opa en oma bij de NSB zaten, maar daar werd niet over gesproken. Dat was echt een groot taboe in de hele. We zijn opgegroeid in de grensstreek, dus dat was waarschijnlijk 50% van de mensen waren lid van de NSB. En mijn oma was Duitse. Dat wisten we, en dat wist mijn vader ook. Maar wat er precies gebeurd was, dat zijn we eigenlijk nooit achtergekomen, maar durfde ook niemand te onderzoeken. Dus ik ben dit jaar naar het Nationaal Archief gegaan. En ik heb de geboorte- en sterfdatum van mijn opa en oma doorgegeven. En toen kreeg ik na 6 weken een bericht dat er een behoorlijk archief was aangetroffen met strafdossiers. Spannend. Ja, en dan ben ik met mijn broer ingegaan. Want ik wil het graag met hem doen om ook hem te laten voelen van wat mijn vader eigenlijk heeft ondergaan als kind, zeg maar. Omdat hij, zeg maar, die negatieve vader die hij ook ziet, dat hij die wat kan nuanceren. En toen bleek dat mijn opa een echt fanatieke SS'er was geweest. Ja. Met heel veel hele lelijke pistoolincidenten en samenwerking met SD. Machtswellusteling, noem je hem? Ja, zo noem ik hem, ja. Ja, als ik die getuigenverklaringen, die heb ik gelezen en mijn broer ook, en die waren niet mals. Die waren niet mals, nee. Ik heb mijn opa nooit gekend. Maar in de overlevering was hij een hele zachte, aardige man. En dat beeld had ik ook. Ik dacht, mijn oma is Duits, daar zou wel de foute kant zitten. Ja, dat was dus niet zo. Het was omgekeerd, ja. 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 Dat is een heel groot inzicht op je 50ste. Ja, dat is sowieso. Voor elke leeftijd. Dat is een groot inzicht, maar ik ben hartstikke blij dat mijn vader en zijn zus het niet meer hebben hoeven meemaken. Want dat zou ze, ze hadden eigenlijk heel veel moeite met dat verleden. En ook, weet je, mijn vader, die is heel erg gepest natuurlijk als kind. Een kind krijgt de schuld voor het gedrag van de ouders. En zo ging dat. Hè? Ja. En zo gaat het misschien nog altijd. Maar in dit geval natuurlijk wordt het heel zwart-wit. Dus op het moment dat hij hiermee geconfronteerd zou zijn, dat had hij niet getrokken, denk ik. Nee. En was het nou voor je broer goed om dat te weten? Kreeg hij meer inzicht in je vader? Ik weet het niet nog. Je hebt er niet gesproken? Ja, natuurlijk. Moeizaam gaat dat. Jullie praten niet veel, dat blijkt wel uit dat boek. Nee, dat is moeizaam. Dat is heel moeizaam, ja. Want je legt dat wel bij hem, maar ik heb ook het idee dat jij niet heel erg doorvraagt.
Ik ben ook een beetje bang voor zijn mechanisme geworden vroeger. Want hij was agressiever. En dat uitte zich ook fysiek en weglopen en telefoon opgooien, et cetera. Dus ik ben voorzichtiger geworden. Maar ik hoop dat ik met dit boek, zeg maar, ook die relatie niet alleen heb onderzocht, maar ook verbeterd. En dat zal moeten blijken, denk ik nu. En wat denk je, wat verwacht je? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik misschien voor hem ook een mooi medicijnkastje heb gecreëerd. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Dankjewel, Anton. Graag gedaan. Ik sprak met Anton Dauwensberg over zijn boek Ik bestaat uit twee letters. En daarvoor sprak ik Jean-Marc van Tol over zijn historische roman Mus. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.